Goed, deze video gaat over arbeid en energie. In dit geval over de wet van behoud van energie voor ateneum bovenbouw natuurkunde. Nou, in figuur 28, dat is deze, zie je twee manieren om te hoog springen. In beide gevallen komt Loes met dezelfde snelheid aanlopen. Ook de afzet is in beide gevallen gelijk. En bij beide sprongen heeft Loes dezelfde snelheid als zij de lap passeert. Toch zal Loes met de sprong in figuur B, dat is de onderste, hoger kunnen springen dan met de sprong in figuur A. Leg uit hoe dat kan. Nou, hier doen ze dat met de wet van behoud van energie. Kinetische energie wordt in beide gevallen omgezet in hoogteenergie tijdens het stijgen en daarna weer in kinetische energie tijdens het vallen. Maar wat het verschil is, is het zwaartepunt. Het zwaartepunt hier zit ongeveer in het midden van het lichaam, dus kun je, moet je met je zwaartepunt moet je over de lat heen. Maar als je op deze manier springt, dan ligt het zwaartepunt van je lichaam onder de lat. En gaat het zwaartepunt dus onder de lat door, maar zelf ga je er overheen, door jezelf op een slimme manier te krommen. Dat heet Flossbury Flow. Om het effect van de zwaartekracht uit te schakelen, voeren sommige wetenschappers experimenten uit in een capsule die een vrije val maakt. In Bremen staat een valtoren waarin een capsule over een afstand van 110 meter kan vallen. In figuur 829, dat is deze, staat een VT-snelheidsdiagram van een vallende capsule. Op TS5,1 heeft de capsule 110 meter afgelegd. Oké. Aan de grafiek zie je dat de capsule tijdens de val luchtweerstand ondervindt. Bepaal hoeveel procent van de oorspronkelijke zwaartenergie na 110 meter val in warmte is omgezet als gevolg van de luchtweerstand. Een verhaal waar het in feite op neerkomt is dat de hoeveelheid energie die erin stopt, dat is helemaal geen maar. Dat is de hoeveelheid zwaartenergie op het moment dat je gaat vallen, hè, bij het begin. Dat is wat je erin stopt. Wat eruit komt is kinetische energie, halve W-kwadraat, aan het eind. En het verschil tussen die twee is de warmte. Dus wat hier in feite wordt gedaan is van oké, er wordt hier, hier wordt het berekend. De rendement is de zware energie die erin gaat, min de kinetische energie die eruit kwam. En dat is dus gelijk aan de warmte die geproduceerd is onderweg. Gedeeld door hoeveelheid energie die erin gaat, dat was de zwaarte-energie, dat is mg mal h. Nou, je ziet dat het ingevuld wordt en als je dan die getallen ingaat, dan zie je dat hier zowel boven als onder m staat, dus die mag ik eruit wegdelen en dat is ook fijn, want de massa is niet bekend. Dus het rendement is g mal h min half v kwadraat, gedeeld door g mal h en dat maal 100%. Nou, als je dan de gegevens invult, dat is 9,81, dat is g mal 110, dat is de hoogte min een half maal de snelheid, en dat is 38 meter per seconde in het kwadraat. Die kun je aflezen uit de grafiek hier, hè? Daar zo, eindsnelheid. Gedeeld door 9,81 maal 110. En dat dan uitrekenen en dan maal 100%. Dan vind je dus 33% energie aan warmte die is omgezet. Dus je zou kunnen zeggen dat het rendement dus 67% is. Het verschil tussen 100% en 33%. Dan de B-opdracht. Teken in die figuur hoe de grafiek zou verlopen als er geen luchtweerstand zou zijn. Laat de grafiek eindigen op het tijdstip als 110 meter is afgelegd. Je kan als volgt de hoeveelheid zwaartenergie erin gaat, dus mg mh bij het begin. En de hoeveelheid energie die eruit komt is nu alleen maar kinetische energie, dus half een V-kwadraat. Dus je kan die aan elkaar gelijkstellen. M maal G maal H is half maal M maal V kwadraat. De massa staat links en rechts, dus die kun je weer wegstrepen. Dus krijg je G maal H is half maal V kwadraat. Nou, dan vul je in. G is bekend, 981. H is 110. V is nu onbekend, dus die moet je niet als 38 invullen zoals net. Want dat zal nu een andere waarde wezen. Nou, als je dat invult, krijg je dus 9,81 maal 110 is gelijk aan een half maal V in het kwadraat. Nou, dan moet je dus deze 9,81 maal 110 delen door een half. En daar de wortel eruit trekken. En dan krijg je 46,5 meter per seconde.
Nou, dus die lijn loopt ongeveer zo, hè? Die loopt naar 46,5 meter per seconde. En je kan zelfs ook nog precies uitrekenen wanneer dat is. Het zal iets eerder zijn dan een val met snelheid. Er wordt niet gevraagd om precies de tijd uit te rekenen, maar dat kan natuurlijk wel. Oké, probeer naar de volgende opgave te gaan. Ja, dat lukt. 21. Vanaf het dak van een 35 meter hoge toren wordt een kogeltje recht omhoog geschoten. De beginsnelheid van het kogeltje is 22 meter per seconde. Stappen noem je A. Bij de vraag A en B wordt de luchtweerstand verwaarloosd. Bereken met behulp van de wet van Boutonse energie de maximale hoogte die het kogeltje bereikt ten opzichte van de grond. Dat is eigenlijk dezelfde opgave als we net zagen. Hè? In die zin dat de energie aan het begin bij A dus gelijk is aan de energie bij B op het hoogste punt. Nou, bij A is dat alleen maar bij A is dat zowel bewegingsenergie, want het heeft een snelheid, als hoogteenergie, want hij zit al op 35 meter. En bij B is het alleen maar hoogteenergie, want op het hoogste punt heeft hij geen bewegingsenergie, want dan staat hij even stil. Dus half een vqh bij A plus mlg maal h bij A is gelijk aan mlg bij maal h bij B. Nou, dan ga je invullen wat je weet. Bij A is de snelheid 22 meter per seconde. De hoogte is 35 meter. G is 9,81 meter in seconde kwadraat. Die m die mis je, maar net zoals net, die mag je hier wegstrepen, want die staat aan alle kanten. Dus dan krijg je half maal v kwadraat van A plus g maal h van A is gelijk aan g maal h van B. Nou, dat staat hier ingevuld, joh. De half maal 22 meter per seconde in het kwadraat plus 9,81 maal 35 meter is gelijk aan 9,81 maal de nieuwe hoogte, HB. Nou, die HB hier kun je dan uitrekenen. Moet je eerst dit aan de linkerkant van het is-teken uitrekenen en dan delen door die 9,81 hier een beetje 60 meter. Goed, bij de val naar beneden passeert het kogel punt A. Hettig weet zeker zonder te rekenen dat de snelheid van het kogeltje op dat moment 22 meter per seconde is. Leg dat uit zonder berekenen waarom dat zo is. Nou, hier staat het netjes uitgeschreven. De luchtweerstand wordt verwaarloosd, dus tijdens de beweging is er geen warmteontwikkeling. Bij de verplaatsing van de kogel van 35 naar 60 meter hoogte wordt de kinetische energie omgezet in zwaarte-energie. En bij de verplaatsing van 60 meter naar 35 meter, dus als hij terugvalt, gebeurt het omgekeerde. Precies symmetrisch, dus het zal weer 22 meter per seconde zijn op 35 meter hoogte. Goed, gaan we naar C. Bij de volgende vragen verwaarloos je niet meer de invloed van de luchtweerstand op de wegen van het kogeltje. De maximale hoogte die het kogeltje dan bereikt is kleiner. Leg dit uit met behulp van de energiebalans. Nou, het wordt nu een beetje anders natuurlijk. De kinetische energie van A plus de hoogteenergie van A is nu gelijk aan de hoogteenergie bij B plus de warmteontwikkeling. En dat betekent dus dat er voor de hoogteenergie van B minder over is. En als dat uitschrijft is de halve v kwadraat van A plus mgh van A is mgh van B plus die warmte Q. Oké, D dan. Is de snelheid waarmee het kogeltje punt A passeert nu ook kleiner dan 22 meter per seconde? Nou, staat hier netjes uitgelegd. De kogel valt van een kleinere hoogte naar A terug. Ook dan wordt een deel van de zware energie omgezet in warmte. Die beide zorgen ervoor dat de snelheid in punt A laag zal zijn dan 22 meter per seconde. En dat klopt natuurlijk, want je verliest energie bij het omhoog gaan en energie bij het omlaag gaan. Maar dat is niet symmetrisch. Dus hier zal dus uiteindelijk de snelheid lager zijn dan 22 meter per seconde, omdat er steeds maar energie verdwijnt in de vorm van warmte. Oké, gaan we naar de volgende. Dat is 22. Een polstok hoogspringen probeert bij een sprong zoveel mogelijk energie uit de aanloop om te zetten in zwaarte-energie. Oftewel, hij probeert zo hoog mogelijk te komen. Kijk naar de figuur, 830, dat is deze. A. Noem alle energievormen die een rol spelen tijdens de gehele sprong, dus bij de aanloop, de sprong en de val op het matras. Hij komt natuurlijk met een snelheid aanlopen, dat is kinetische energie. Hij zet die om in hoogte-energie, oftewel zwaarte-energie, oftewel potentiële energie, dat is hetzelfde. Die stok, die gebruikt hij erbij, daar, die werkt met
veerenergie. En je hebt natuurlijk allerlei wrijving, dus warmte, energie. Dan gaan we naar B. Sorry, nog een stukje. Een atleet met een massa van 80 kg maakt de sprong. De stok heeft een massa van 2,3 kg en een lengte van 4,80 meter. Tijdens de aanlopen vindt het zwaartepunt van de atleet zich gemiddeld 0,90 meter boven de grond. Ook het zwaartepunt van de stok bevindt zich dan op die hoogte. Vlak voor de afzet is de snelheid van de atleet met de polstok 8,8 meter per seconde. Neem verder voor de berekening bij vraag P het volgende aan. De polstok staat na afloop van de afzet verticaal en heeft dan geen snelheid meer. De atleet gaat met een te verwaarloosde snelheid over de lat. Alle energie vlak voor de afzet komt ten goede van de sprong. De luchtweerstand wordt verwaarloosd. Kijk, bereken dan de hoogte van de zwaartepunt van de springer op het moment dat hij over de lat gaat. Goed. Ik ben een beetje bijgesteld. Dat is best wel een ingewikkelde, want je moet even uitgaan van, de atleet heeft een bepaalde snelheid op het moment dat hij aankomt lopen. Dat is dus kinetische energie. Hij heeft ook een bepaalde hoogteenergie, want zijn zwaartepunt is 90 centimeter boven de grond. En datzelfde geldt ook voor de polstok. Hij heeft ook een kinetische energie en een hoogteenergie. Dat zijn deze vier. Na de sprong is alleen maar hoogteenergie, want de snelheid die wordt nul gezet. Hè? Maar je moet opletten, de zwaartepunt van de atleet en de zwaartepunt van de polstok zijn niet meer hetzelfde. De zwaartepunt van de magneet gaan we uitrekenen, dat is HB van de atleet. Maar de zwaartepunt van de stok die kun je weten, is namelijk recht overeind en is 4,80 meter lang. Dus het zwaartepunt, dat zat hier in het midden, zit dus op 2,40 meter. Dus als je alles gaat invullen, dan krijg je hier dus half een V-kwadraat van de sporter voor de sprong. Dat is een half maal 80 kilogram, maal 8,8 meter per seconde in het kwadraat, dat was de snelheid. Plus zijn hoogteenergie, MAG, MAH. 80 kilogram maal 9,81 maal 90 centimeter boven de grond. Daar zat het zwaartepunt. Nu plus voor de stok half een V-kwadraat, half maal 2,3 kilogram maal 8,8 meter per seconde in het kwadraat. Dat is ook de snelheid van de polstok voor de sprong. Plus de hoogteenergie, MAG van H van de polstok voor de sprong. 2,3 maal 9,81 maal 90 centimeter boven de grond. Die allemaal is voor en dan komt het insteken. Is dan gelijk aan de zwaartenergie van de atleet, 80 maal 9,81 maal zijn hoogte, die weet u nog niet, plus 2,3, dat is van de polstok, maal 9,81, dat is G, maal de hoogte van de polstok, zwaartepunt zit op 2,4, zagen we net. Nou, als je dat allemaal invult en allemaal uitrekent, reken je dit eerst allemaal eerst uit, haal je deze ervan af, en dan deel je uiteindelijk door 80 en de 9,81 en dan vind je 4,9 meter. Ja, dus nog een keertje. Eerst al dit allemaal helemaal bij elkaar oprekenen, dat hier voor het eerste teken staat. Dan deze hele factor, die haal je er dan vanaf. Dus min 2,38 maal 9,81 maal 2,4. En dan nog eens een keer delen door 80 en delen door 9,81. En dan vind je de hoogte van de sporter. Als het goed is, moet dat kloppen. Oké. Okay. Gaan we naar opdracht 23. In attractiepark Walibi World bevindt zich de Goliath, een achtbaan. Zie figuur 8,31. Dat is deze. Een trein met passagiers beweegt met een constante snelheid van 5 km per uur langs een rechte helling omhoog. De top van de helling ligt 46 meter hoger dan het startpunt en over de helling doet deze trein 51 seconden. Bereken dan de hellingshoek. Nou, je weet dat de hoogte 46 meter is. Is dat 49, maar het is 46 en de berekening doen ze trouwens wel goed. De lengte van de helling kun je ook berekenen, want je weet de snelheid en je weet de tijd dat hij erover doet. En snelheid maal tijd is afstand, als de snelheid constant is natuurlijk. En dat is hier gewoon. SS2 maal T. Nou, de snelheid is 5 km per uur gedeeld door 3,6 is 1,388 meter per seconde. De tijd is 51 seconden. De afstand is de vermenigvuldiging van die twee. Dat gebeurt hier 70,83 meter. Nou, dus de lengte is, deze is, hier staat 49 meter, maar ze rekenen het wel goed uit. 70,83 meter, dus hier moet je maar even niet op letten. Deze twee, die kloppen niet. Nou, dus deze is 71 meter, zeg maar, en deze is 46 meter.
Sol Caltoa, je weet de lange of de schuine en je overstaande weet je ook. Dus SOS, oftewel Sol, oftewel sinus. De sinus van de hoogte, 46 meter, gedeeld door de lange zijde of de schuine zijde, 71 meter. Die is de sinus van de hoek. Nou, de hoek is dan de arcsinus, inverse sinus van deze breuk. En dat is dan 40 graden. Dan de B-opdracht. Het midden van de trein passeert de top van de eerste helling met een verwaarloosbare snelheid. Oké. De trein begint dan aan een zeer snelle afdaling. Op dat punt heeft hij dus alleen maar hoogte-energie en geen bewegingsenergie. Bij de afdaling bedraagt het hoogteverschil ook 46 meter. Nou, dat betekent dus dat hij, als hij beneden komt, dan heeft hij geen hoogte-energie meer, alleen maar kinetische energie. De lengte van de daling is 49 meter. Ondertussen is de snelheid opgelopen tot 106 km per uur. De massa van de trein is 14 x 10 tot de derde kilogram met passagiers erbij. Toon aan dat de hoeveelheid energie die tijdens het dalen wordt omgezet gelijk is aan 2,5 x 10 tot de vijfde joule. Nou, hadden we al gezegd van bovenaan heeft u dus alleen maar hoogteenergie, want de snelheid is 0. Dus m mal g mal h aan de bovenkant is gelijk aan half mv kwadraat. Aan de onderkant, bij B, want daar heeft hij geen hoogte meer, alleen maar snelheid. Plus natuurlijk het warmteverlies, plus Q. Nou, dat staat hier allemaal uitgeschreven. Nou, eens even kijken wat we weten allemaal. We weten de massa, we weten G, we weten de hoogte, die is 46 meter. Oké, dat is allemaal prima, kun je allemaal invullen. En we weten ook halfmaal de massa, die is ook 1. Dat is diezelfde waarde natuurlijk. Snelheid, die weten we ook. Moeten we alleen even van 106, moeten we even meter per seconde maken. Deel 3,6 is 29,64, dus die weten we ook. Die vullen we dan daarin. De enige die dan overblijft is Q. Nou, hier is het allemaal netjes ingevuld, zoals je ziet. Dit moet je dan uitrekenen. Deze kun je ook uitrekenen. En dan hou je alleen deze over. Dus als je deze uitrekent en je haalt dan deze eraf, dan hou je Q over en dan blijkt dan inderdaad, als je dat narekent, 2,5 x 10 tot de 4e joule te zijn. C dan, bereken de gemiddelde weerstandskracht tijdens het omlaag bewegen die op de trein werkt. Oké, je weet de hoeveelheid warmte-energie die vrij kwam. Die stond al gegeven bij B, 2,5 x 10 tot de 4e, die hebben we uitgerekend, dat klopt. We weten dat het dalen gaat over een helling van 49 meter. En je weet dat de warmte is gelijk aan de wrijvingskracht maal die afstand. Warmte en afstand weet je, dan hou je alleen de kracht over. Nou, 2,5 x 10 tot de 4e joule en 49 meter vul je dus netjes in dit formuletje in. Hier gebeurt dat. En de kracht is dan deze delen door die. En daar staan 5,1 x 10 tot de 4e newton. Oké, dat was paragraaf 4. Hierna volgt nog paragraaf 5.